Unpacking God's Message, Verse by Verse. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 1. We hebben gesproken over de afbakening van een passage, over de structuur van die passage, de opbouw van de verschillende elementen en de reden dat die elementen in die volgorde worden voorgelegd. Gebaseerd op de analyse van de structuur kunnen we nu nauwkeuriger gaan kijken naar de conventie die deze structuur beheersen. We kijken naar de samenhang van de structuur van deze ene passage met de structuur van andere soortgelijke passages. We proberen te zoeken dus naar de conventies van de vorm of het genre van de tekst. Is de tekst een parabel, een gelijkenis, dan zullen er specifieke elementen in de structuur aanwezig zijn, waardoor het als een parabel kan worden herkend. Datzelfde geldt voor een narratieve tekst, voor een gedicht of voor een wetgevende of juridische tekst. De reden van dit onderscheid, de reden dus dat er vormen of typen van teksten bestaan, ligt daarin dat taal verschillende functies heeft en taaleenheden, composities in de taal, dus ook aan verschillende regels zijn onderworpen. Er zijn twee redenen voor dat dat zo werkt. In de eerste plaats, in taal communiceren wij verschillende inhouden. Wanneer we over God spreken, willen we dus een preek houden of een theologische verhandeling. Wanneer wij spreken over een geschiedenis, iets wat iemand gedaan heeft of is overkomen, kiezen we voor een narratieve vorm. Als we een waarheid willen illustreren, om een ander te overtuigen en te doordringen van het belang van die waarheid, kiezen we een gelijkenis. En als we iemands gedrag willen reguleren, dan spreken we ons uit in geboden of wetten. Taal communiceert dus verschillende inhouden en de composities zijn afhankelijk van die inhouden. Een tweede reden is dat taal plaatsvindt of gecommuniceerd wordt in verschillende sociale contexten. Of wij nu God aanspreken, of onszelf aanroepen, of een echtgenoot aanspreken, of een gemeente aanspreken. Dat impliceert allemaal verschillende vormen van communicatie, dus ook verschillende vormen van taal. Wanneer op die manier de vormen van de communicatie zijn onderscheiden, dan is het ook duidelijk dat wij niet de vragen moeten stellen die bij de ene vorm horen, wanneer we te maken hebben met een andere vorm. In een narratieve tekst mag je vragen naar de historische opeenvolging. Maar het heeft weinig zin om in een parabel te zoeken naar historische gegevens. Wanneer we in een psalm een gebed aan God terugvinden, is het niet juist om daarin elementen van geboden of wetten terug te vinden. En heel in het algemeen geeft een gedicht geen aanwijzing voor de fysica. Een interessante vraag die we hier niet zullen behandelen is wat dan precies de vorm of het type of het genre is van het scheppingsverhaal in Genesis 1. Volgens sommigen is het een narratief dat een gebeuren wil vastleggen, zodat het wel degelijk als een grondslag voor de fysica, de fysische verklaring van de wereld, mag dienen. Het is immers geen klassieke mythe, het heeft geen poëtische inhoud, dus het lijkt erop dat we te maken hebben met een narratief. En bij elk narratief mogen we de vraag stellen naar de historische werkelijkheid die daarin wordt meegedeeld. Of heeft Genesis 1
zoals bijvoorbeeld ook de bergreden in Matthäus 5, een uniek genre, een unieke vorm, die niet een parallel heeft in de rest van de Bijbel, maar die toch niet kan worden opgevat als een narratief, omdat het van die algemene narratieve vorm te veel afwijkingen vertoont. Dat zijn het type van vragen die samenhangen met het onderwerp van deze derde serie. We hadden het over de verschillende inhouden die door taal worden gecommuniceerd en over de verschillende vormen die daaruit voortvloeien. De narratieve vorm, de parabel, de geboden, de gebeden en de gedichten. Maar een tweede belangrijke vraag is de sociale context van een compositionele eenheid. Wie is het publiek? Wie is de geadresseerde? Ben ik dat zelf? Is het de Heere God zelf? Wie is de aangesprokene? Het is duidelijk dat we met die sociale context te maken hebben. En iedereen weet dat bij een toespraak, bij een huwelijk, volgt geen technische uitleg van de bedrading van het licht in de zaal waarin we dat huwelijk vieren. We moeten taal zien als een conventie dat varieert, zowel met de inhoud, ons eerste punt, als met de geadresseerde, met het publiek. De vorm van die communicatie is voor ons een aanwijzing hoe de inhoud wordt benaderd. In een parabel wordt ze geïllustreerd, in een narratief wordt ze in een sequentie van gebeurtenissen uitgelegd, maar ook wie worden aangesproken. Op die manier komen we tot een definitie van een vorm, of een type, of een genre. Het woord genre is minder nauwkeurig. Maar laten we zeggen, een vorm van de communicatie is een eenheid van de conventies, is de samenhang, beter gezegd de samenhang van de conventies in de structuur van een tekst. De samenhang van de conventies, welke conventies worden gebruikt en hoe hangen die met elkaar samen, binnen de structuur van een tekst. We zullen dat later nog illustreren met behulp van het voorbeeld uit Genesis 12. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 2. We beginnen dit deel met een axioma of stelling. Elke passage van de Heilige Schrift hoort bij een bepaald type of vorm met eigen conventies. Een geldige interpretatie moet in overeenstemming zijn met deze literaire vorm. We kunnen dus niet een parabel uitleggen als een vertelling en niet een vertelling als een parabel. Welke vormen zijn er dan in de Heilige Schrift? Sommige vormen hangen af puur van de structuur, zoals bijvoorbeeld een verhalende tekst of een narratief. Sommige vormen hangen geheel af van de stijl, bijvoorbeeld de juridische stijl. En weer andere vormen hangen wezenlijk af van het onderwerp, zoals een doxologie of lofprijzing. Wat we moeten leren doen is de vraag stellen: is de structuur uniek? Of wat in de structuur die we gevonden hebben is uniek? Vaak vinden we verschillende passages in hetzelfde boek, of in ieder geval in het Oude Testament en Nieuwe Testament, die geen literaire afhankelijkheid vertonen, maar die wel dezelfde regels lijken te volgen. Om die te kunnen vinden, bijvoorbeeld bij Genesis 12 of bij Genesis 4, is dat we het gehele boek moeten doorlezen op zoek naar parallele passages. Op zoek ook naar de sleutelwoorden die de structuur van de passage waarmee we gestart zijn nauwkeurig vastleggen. We kunnen dat dus ook in andere boeken doen die soortgelijk materiaal hebben. Ook Samuel en Koningen zijn historische boeken met narratief materiaal en het is van belang om de stijl van die boeken te vergelijken en te kijken of we in die boeken ook
dezelfde structuren kunnen aantreffen. Wanneer we een parallelle passage gevonden hebben, een passage dus met dezelfde structuur, is het nodig om ook daar een outline van te maken, zodat we nauwkeurig naast elkaar kunnen leggen de outline die we al gemaakt hebben, de structuur, weergave van de passage waarmee we gestart zijn, die kunnen vergelijken met de outline van de passage die we gevonden hebben, die parallel verloopt, dezelfde structuur heeft. Een typisch historisch-kritische vraag is de vraag of ze literair afhankelijk zijn. Die vraag hangt vooral samen met de overweging dat bijvoorbeeld Genesis een samenstel is van materiaal uit verschillende bronnen en uit verschillende tijden. Zo worden op grond van de godsnamen die ze gebruiken van elkaar onderscheiden de priesterschrijver, de Jahwist, de Elohist en daarbinnen nog afhankelijke bronnen, de oudere lagen daarin, zoals de bron L. De vraag dus van de literaire afhankelijkheid houdt hierin dat men een passage zoals Genesis 12 aan dezelfde bron toewijst als een passage in Genesis 16. Beide zouden van de Jahwist afhankelijk zijn en dan heeft die Jahwist dus een specifieke conventie gebruikt, heeft een bepaalde manier van zich uitdrukken in alle passages die van hem afkomstig zijn. Literaire samenhang kan ook nog in een andere vorm bestaan, bijvoorbeeld wanneer in de bergrede de Heer Jezus bepaalde vormen uit het boek Exodus, vormen namelijk van een juridische tekst, gebruikt om zijn eigen punten te maken. Daar zullen we later ook nog op terugkomen. In de analyse moeten we dus de vraag stellen, is de structuur uniek? En het axioma is dat elke passage van de schrift bij een bepaald type of vorm met eigen conventies hoort. En daar komen we alleen maar achter als we kijken wat in de structuur die we hebben overeenkomstig is met andere passages, of wat in die structuur uniek is. Want zoals we later nog zullen zien, is het van belang om te kijken wat conform het patroon verloopt en wat daar, en dat zal altijd opzettelijk zijn, en wat daar opzettelijk van afwijkt. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 3. We moeten het nu hebben over de mogelijkheid om die conventies te herkennen. En er zijn drie elementen die ik in dit onderdeel wil noemen. We kunnen te maken hebben met een conventioneel subject, een conventioneel onderwerp dus. Dat vinden we bijvoorbeeld in Richteren 9, vers 8 tot en met 15, in de parabel van de bomen. Bomen zijn daar het literaire onderwerp, het subject, en zij spreken, en dat maakt de tekst tot een parabel. Dat wil echter niet zeggen dat overal waar niet mensen sprekend worden ingevoerd, we te maken hebben met een parabel. En dat hangt ervan af wat het subject in die passage is. In Numeri 22, vers 28 tot en met 30, komt een sprekende ezel voor. Maar dat maakt de tekst niet tot een parabel. Niet de ezel namelijk, maar Bileam is het subject van die passage. De structuur van een parabel houdt dus in dat het subject daarvan aan de conventie moet beantwoorden, iets te doen of iets voor te stellen wat niet letterlijk historisch bedoeld is, zoals het spreken van bomen, maar ook wanneer de introductie van de parabel is, er was een mens, bijna een uitdrukking die bij een sprookje hoort. De parabel wordt dus
gedefinieerd door dat conventionele subject. Een mens, een man of bomen die spreken. En niet de ezel in nummer 22, omdat daar een mens het onderwerp is. In de tweede plaats kunnen we te maken hebben met conventies in de stijl. Onder stijl verstaan we de opbouw van een zin. In een juridische tekst kunnen we te maken hebben met wanneer iemand dit en dat doet, kan hij gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste 20 jaren. Dat is in ons wetboek van strafrecht het geval. In de oud-testamentische wetgeving komen we vaak tegen wanneer iemand. Maar zo komen we in profetische teksten vaak een conventie van stijl tegen die we de W-uitspraken noemen. Een tekst kan worden geïntroduceerd met Wee u Israël. Dan weten we dat we te maken hebben met een profetisch oordeel en ook dat heeft eigen regels en een eigen structuur. Een derde element van de conventie wat een aanwijzing geeft voor de vorm is de aangesprokene. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In Psalm 22 karakteriseert door middel van de aangesprokene de hele psalm als een gebed. In het gebed is God de aangesprokene. Drie dingen dus geven ons aanwijzingen voor het bepalen van de vorm. Conventies met betrekking tot het subject, conventies met betrekking tot de stijl en conventies met betrekking tot de aangesprokene. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 4. In deze aflevering praten we over ons voorbeeld in Genesis 12, vers 10 tot en met 20. We hebben daar een heel algemene structuur ontdekt. Er is een inleiding, wat je hier raar af, er was een hongersnood in het land. Dan een uitspraak van Abraham waarin het probleem wordt geschetst, nadat hij besloten heeft naar Egypte te gaan. En er is een verwachting van een oplossing. En die verwachting houdt in dat hij zal blijven leven en Sarai zal blijven leven als zij maar zegt dat zij zijn zuster is en niet zijn vrouw. Nu komt daar een complicatie in, want die oplossing gebeurt niet. Sarai wordt meegenomen naar het paleis van de farao en daarmee ontstaat opnieuw een probleem. En de werkelijke oplossing is een ingrijpen van God in vers 17, met dan weer een gesprek en een daad van de farao als de werkelijke oplossing, namelijk het terugsturen van Abraham naar het land. Het driedelig patroon wordt in de tekst opgenomen, dat is een conventie, uitspraak van het probleem, een verwachting van de oplossing. En dan schuift daar een tweede keer hetzelfde patroon in. Sarai is weggenomen naar het paleis van de farao, een nieuw probleem is opgedoken en dan komt de werkelijke oplossing vanaf vers 17. Die structuur is duidelijk. Directe reden, narratief en dan narratief de oplossing van het probleem. Gaan we zoeken in Genesis 12 tot en met 36 naar een passage die dezelfde structuur heeft, dan kunnen we kijken naar Genesis 16, vers 1 tot en met 16. Hier in vers 2 formuleert Sarai het probleem. Daarom zegt Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Vervolgens suggereert zij in directe reden de oplossing. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. In narratief vorm wordt nu de uitvoering van deze oplossing verteld. Dan een nieuw probleem in vers 4. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Er is een
onverwachte werkelijkheid die geen oplossing geeft aan het probleem. Zoals in Genesis 12 de wegvoering van Sarai een onverwacht probleem is, niet in overeenstemming met de verwachting. Dan weer een narratief. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. Doe met haar, zegt Abraham, wat je dan wil. En dan einde van vers 6. Toen vernederde Sarai haar, zodat ze bij haar wegvluchtte. Dat is uiteindelijk de quasi-oplossing die er is. Net als in Genesis 12 vers 17 is er dan een ingrijpen van de Heere God in vers 7. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Soer. Hij geeft een opdracht aan Hagar om terug te keren. En dat is dan de werkelijke opdracht, namelijk dat zij terugkeert. Vers 15, Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. We hebben het probleem, Sarai kan geen kinderen krijgen. We hebben de verwachte oplossing, er zal een kind komen uit Hagar. We hebben het hernieuwde probleem dat Hagar moet worden weggestuurd vanwege de strijd tussen Sarai en Hagar. Dan hebben we het ingrijpen van God, de engel van de Heere in vers 7. En dan de werkelijke oplossing, namelijk dat Hagar zich onderwerpt aan Sarai en de zoon Ismaël toch aan Hagar baart. Genesis 16 vers 1 tot en met 16 zijn dus in overeenstemming met de structuur van Genesis 12 vers 10 tot en met 20. Opdracht. Huiswerkopdracht. Op dezelfde manier vinden we een dergelijke structuur in Genesis 27 vers 1 tot en met 40. De opdracht is nu om die overeenkomst in structuur tussen Genesis 27 vers 1 tot en met 40 en Genesis 16 vers 1 tot en met 16 en Genesis 12 vers 10 tot en met 20 om die op papier te zetten. In de historisch-kritische methode wordt gezegd dat dit een vorm is die berust op een literaire afhankelijkheid. Genesis 12, 16 en 27 worden immers toegekend aan de literaire stijl van J. Maar dezelfde conventie, dezelfde vorm, vinden we ook in Richteren 16, vers 4 tot en met 21 en Richteren 4, vers 4 tot en met 24. Het is een conventie van de Hebreeuwse vertelkunst. Opdracht. Lees Richteren 16 vers 4 tot en met 21 en lees Richteren 4 vers 4 tot en met 24. En formuleer voor jezelf hoe in al deze passages een structuurovereenkomst aanwezig is en werk hem tot in detail uit voor Genesis 27 vers 1 tot en met 40. We hebben dus steeds te maken met dat driedelige patroon, uitspraak, waarin een probleem wordt gesuggereerd of uitgesproken, een verwachting op grond van een voorgestelde oplossing, soms opnieuw een probleem en dan de werkelijke oplossing. Niet alle teksten in verhalende boeken zoals Genesis werken op deze manier. Geheel anders Genesis 12 vers 1 tot en met 10. Dat is een andere vorm. De vorm gaat hieruit van een imperatief die God geeft in dit geval aan Abraham. En na deze opdracht en deze belofte vinden we vanaf vers 4 de uitvoering van deze opdracht en van deze belofte. En dat eindigt in vers 9 en dan in vers 10 de introductie van onze passage, de overgang, omdat nu plotseling niet meer de Heere of Abraham het onderwerp is, maar de algemene aanduiding van omstandigheden. Er kwam hongersnood in dat land. En wat we daarna vinden is het gevolg van die hongersnood en dat voldoet aan het patroon van de uitspraakprobleem, de verwachting van de oplossing en dan de werkelijke oplossing. De introductie dus van de passage Genesis 12 vers 10 tot en met 20 is een ander genre. Het genre
of de vorm van de opdracht en de uitvoering, zoals we dat ook in Genesis 35 vinden, vanaf vers 1, en in Genesis 24, vanaf vers 1, en in Richteren 6, vers 25 en volgende. Opdracht: lees de passages die zijn aangegeven, Genesis 35, Genesis 24 en Richteren 6, en zie hoe die structuur werkt, waarin een imperatief nu in uitvoering wordt gebracht. Een eenvoudiger genre dus, dan het genre waar we in Genesis 12 vers 10 en verder mee te maken hebben. Het driedelige patroon, dat dan nog een tweede soortgelijke structuur erin geschoven krijgt. Uitspraak, probleem, verwachting van oplossing en dan de werkelijke oplossing. Dat is het patroon van die eerdere passages. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 5. In deze aflevering praten we over het genre of de vorm van een deel van de bergrede, namelijk Matteüs 5, vers 38 tot en met 42. Pauzeer hier de opname en lees zorgvuldig Matteüs 5, vers 38 tot en met 42. Het bepalen van de structuur en het type of de vorm van Matteüs 5, vers 38 tot en met 42 is lastig omdat we met een uniek verschijnsel te maken hebben, namelijk de zogenaamde antithese. Vanwege die antithese is deze hele passage uniek en hoort ze niet bij een of andere traditionele taalvorm. We kunnen elke passage nu verdelen, in ieder geval in de antithese en de illustratie. En de antithese en de illustratie kunnen we vervolgens apart analyseren. Misschien heeft Matteüs twee verschillende genres met elkaar gecombineerd. Kijken we om te beginnen naar die antithese. Ze zijn zeker uniek in het kader van het Nieuwe Testament. Maar sommigen hebben gemeend dat deze uitdrukking een reflectie is, een voorbeeld is van een onderwijsformule of een conventie die door de rabbijnen werd gebruikt in hun uitleg van de schrift. We kennen uit de rabbijnse literatuur uitdrukkingen als: ik zou hieronder kunnen verstaan, en dan een mogelijke letterlijke interpretatie van de passage. Hij kan die letterlijke interpretatie dan vervolgen met de woorden: maar je moet begrijpen. En daarmee wordt geïntroduceerd wat de rabbijnse bijbeluitlegger dan als de echte betekenis van de passage begrijpt. Zinnetjes dus als: ik zou hieronder kunnen verstaan, maar je moet hiermee begrijpen, horen bij de rabbijnse literatuur, maar zijn toch heel anders dan de vorm die we vinden in de bergrede. U heeft gehoord, maar ik zeg. De uitdrukking: je zou hieronder kunnen verstaan, maar je moet hieronder verstaan, werden gebruikt om een mogelijke letterlijke betekenis te contrasteren met wat volgens de rabbijn in kwestie de passage werkelijk betekende. Als dat het algemene genre is van de rabbijnse exegese, is het duidelijk dat het gebruik van de antithese uniek is voor het Nieuwe Testament. Maar dat Jezus met die manier van citeren en vervolgens het geven van zijn eigen opvatting toch een conventie volgt. Je zou hieronder kunnen verstaan correspondeert dan met zoals u hebt gehoord. En de uitdrukking maar je moet het verstaan als correspondeert dan met wat Matteüs 5 zegt, maar ik zeg. Hoewel dus in de bergrede een scherpere formulering wordt gebruikt voor deze twee manieren om een tekst te presenteren, zou er toch sprake kunnen zijn van dezelfde vorm. Nogmaals, u hebt gehoord, je zou kunnen begrijpen.
of je zou dit kunnen interpreteren als, maar ik zeg, maar je moet hieronder verstaan dat enzovoort. Twee verschillende betekenissen, gecontrasteerd, dat is dan de conventie die hier gevolgd wordt. Dat lijkt zeker van belang als we de uitspraak van Jezus lezen in Matteüs 5, vers 17 tot 20, dat hij niet gekomen is om de wettende profeten te ontbinden. Dat wil dus zeggen dat de antithese in de bergrede tot bedoeling hebben om de schrift te interpreteren. Jezus wil hier laten zien dat zijn leerlingen in feite de wet vervullen en niet tegenspreken. Maar er zijn verschillende redenen om niet helemaal tevreden te zijn met deze verwijzing naar de rabbijnse conventie. Om te beginnen de openingszin, zoals tot de vaderen gezegd werd, of van ouds gezegd werd, dat is de zin waarmee een schriftcitaat in Matteüs wordt geïntroduceerd. Er werd gezegd, zoals het gezegd is, werd gebruikt om God niet onmiddellijk te noemen. Maar de uitdrukking betekent, God heeft tot hen gezegd. Dat is niet hetzelfde als de hypothetische introductie van een mogelijke interpretatie bij de rabbijnen. Die begint met, ik zou kunnen begrijpen dat. Wat Jezus dus doet, is voluit bevestigen dat de schrift iets bedoeld heeft. Dat de schrift iets gezegd heeft. Hij citeert niet de schrift om een bepaalde interpretatie te geven. Hij citeert de schrift om daartegenover zijn eigen wetsuitleg te geven. In de tweede plaats, in de uitdrukking die Jezus gebruikt, zegt hij niet, je moet het op een andere manier interpreteren, maar hij zegt dus tegenover het directe schriftcitaat, maar ik zeg u. In de derde plaats, die rabbijnse formule, ik zou hieronder kunnen verstaan, en maar je moet hieronder verstaan, bestaat eigenlijk pas sinds de tweede eeuw. Het is denkbaar dat het voor die tijd gebruikt is, maar daar is nauwelijks aanwijzing voor. Het gebruik dat Jezus dus heeft van een contrast is traditioneel en volgt een conventie. Maar we kunnen niet zeggen dat hij die rabbijnse conventie hier volgt, omdat hij niet de ene interpretatie tegenover de andere stelt, maar zijn wetgevende autoriteit gebruikt tegenover de autoriteit van de schrift zelf. Ook daar valt wel weer wat op af te dingen, namelijk hoewel we hier te maken hebben met een direct citaat van de schrift, dat daar toch wel degelijk een bepaalde interpretatie van die schrift mee bedoeld wordt. Het gaat te ver om dat nu helemaal uit te zoeken. De conclusie die we voorlopig moeten trekken is dat ook Jezus gedeeltelijk hier een conventie volgt, maar gelijktijdig toch iets anders op het oog heeft. Een tweede manier waarop Jezus in de bergrede conventies gebruikt, is de wijze waarop hij wetten citeert op de manier van Exodus 22. Niet alleen maar citeert hij ze, maar zijn eigen onderwijs krijgt ook die vorm. We noemen dat de casuïstische wetgeving. Dat wil zeggen, een wetgeving, een regelgeving, die begint met als een man dit of dat doet, dan moet dat of dat gebeuren. Zo vinden we in de bergrede, als iemand u slaat op de rechterwang, keer hem dan de andere wang toe. Dat is het equivalent van wetgeving die we vinden in Exodus 22. Als een man geld of goederen aan een ander in bewaring geeft en het wordt gestolen, dan, wanneer de dief wordt gevonden, zal hij dubbel betalen. Die casuïstische wetgeving is een bepaalde conventie en die vinden we dus ook terug in de woorden van Jezus. Heel in het algemeen mogen we zeggen
dat de conventies in Matteüs 5 tot en met 7, de conventies in de bergreden, tot doel hebben om passages uit de schrift zeer geconcentreerd weer te geven aan de hand van zeer extreme voorbeelden. Het is extreem paradigmatisch. Paradigma is een voorbeeld van een regel. Er wordt in zekere zin een imitatie gegeven van de casuïstieke wet uit Exodus 22. Mijn eigen persoonlijke opvatting is dat we te maken hebben met een vorm van denken, een conventie, die we ook in de rabbijnse literatuur vinden. Die rabbijnse conventie die wordt genoemd Gomer Wakal, oftewel we gaan van het zwaardere, Gomer, naar het lichtere, Kal. Wanneer we in de bergrede hebben vastgesteld dat we een ander de wang moeten toekeren, is daarmee niet één specifieke situatie bedoeld. En het is zeker niet bedoeld om elk gedrag van die aard op deze passieve manier te beantwoorden. Het is een extreem voorbeeld, een zwaar geval. Als het zo is, als het een geldige wetgeving is, een wetgeving van de Messiaanse koning, dat je je linkerwang moet toekeren aan iemand die jou op de rechterwang heeft geslagen, dan is dat het zwaarst denkbare geval en dan moet de gevolgtrekking zijn dat lichtere gevallen, lichtere voorbeelden van een vernederende geweldsuiting, al natuurlijk helemaal met een vredelievend antwoord beantwoord moeten worden. Gomer Wakal is een conventie in de rabbijnse literatuur. We noemen het zware geval om alle lichtere voorbeelden daaronder te includeren. Die worden nu ook geldig. Dat is de kracht van deze manier van spreken. Dus nemen we dan bijvoorbeeld Matteüs 5 vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. Een rechtstreeks citaat uit de schrift. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Tweede citaat, of de tweede uitspraak, plaatst de eerste in een bepaald interpretatieverband. En dan komt de antithese in 22. Maar ik zeg u, en dat houdt dus in, zo zou je eigenlijk moeten lezen wat bedoeld wordt in u zult niet doden. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En nu krijgen we een serie Gomer Wakal. Als je al schuldig bevonden wordt als je ten onrechte boos bent, als je al schuldig bevonden wordt als je alleen maar raka zegt, als je al tot het helse vuur moet worden veroordeeld als je dwaas zegt, hoeveel te meer in nog veel lichtere gevallen. En die drie zijn weer ondergeschikt aan de hoofdzaak. Wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden, het zwaarste geval. Maar dat betekent dus dat al die lichtere zaken, ten onrechte boos zijn, suffert zeggen en dwaas zeggen, daar dan ook onder vallen. In Matteüs 5 vers 21 tot en met 22 is dus in feite een herinterpretatie van het Oude Testament aan de orde, waarin dat Oude Testament, dat Oude Testamentische gebod, wordt opgevat als een Gomer Wakal, het zware geval waar nog vele lichtere zaken feitelijk onder vallen. Op die manier speelt conventie, maar dan hier een buitenbijbelse conventie, een rol in de interpretatie van de bergrede. In plaats dat de bergrede ons een bijna onmogelijke eis oplegt, kunnen we nu begrijpen dat de letterlijke voorschriften die er staan in de vorm van een Gomer Wakal moeten worden begrepen, dus als een extreem voorbeeld waaronder alle lichtere zaken zijn inbegrepen. Die extreme en onlogische conclusie die hier gegeven wordt, illustreert een principe van handelen. En dat principe van handelen is daarmee op een scherpe wijze in het geheugen geprent van degene die dit aanhoren.
Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 6. Wat is er nu aan de hand wanneer een passage die wij analyseren afwijkt van de vorm of van het type waar het toch ook wel weer bij behoort? De tweede stelling luidt: alle voorbeelden van een bepaalde vorm of type zullen ook verschillen van hun conventie. De reden daarvoor is dat taalvormen niet statisch zijn, maar dynamisch. Ze ontwikkelen zich over de tijd, ze zijn afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de schrijver en daarom zullen er ook verschillen zijn. In de regel zijn verschillen van de conventie literaire variatie, tenzij je kunt aantonen dat die verschillen een nadrukkelijk doel dienen, dus echt bedoeld zijn om de aandacht op iets te vestigen. Zoals wellicht het geval is in Genesis 12, vers 17, waar de normale structuur van een passage verwachte oplossing wordt onderbroken door een extern ingrijpen. Die verschillen kunnen zitten in de structuur van een passage, in het woordgebruik, in de stijl waarmee de zinnen zijn geschreven of in de sociale situatie. Dat houdt in dat een parabel misschien wel eens andere woorden gebruikt en toch voor het overige een parabel is, maar niet dezelfde inleidende structuur heeft. Het kan ook zijn dat een wetstekst niet de stijl volgt van een standaard wetstekst, etc. Kijk maar naar Genesis 12, vers 10 tot en met 20 om te zien waar dat aan de hand is. Het normale schema is directe reden probleem, verwachte vervulling, realisatie daarvan. Maar hier, in Genesis 12, wordt deze structuur onderbroken en er wordt een tweede structuur ingebracht. De directe reden geeft het probleem, de verwachte vervulling vindt ook plaats, Sarai zegt dat ze zijn zuster is en daardoor wordt Sarai door de Sarai-Farao, door de dienaren van de Farao, naar het paleis van de Farao gebracht. Er is dus een nieuw probleem. En dan is er een interventie van Gods kant, waardoor uiteindelijk de werkelijke oplossing komt. En de werkelijke oplossing is dat Abraham, maar nu als rijk man, terugkeert naar Egypte. Het probleem van het wegvoeren van Sarai is dus een tweede probleem, na probleem nummer 1, de verwachting die Abraham had dat de Egyptenaren haar zouden roven als ze zouden denken dat zij zijn vrouw was. Een onverwacht nieuw probleem dus. Op die manier wijkt een passage af van het type, maar dat doet het in dit geval door een tweede type, een tweede passage of compositionele eenheid van dezelfde vorm in te voegen in de bestaande compositie. Afwijkend is ook vers 17, waar de goddelijke interventie zomaar optreedt, een nieuw subject wordt geïntroduceerd en er komt een hele nieuwe situatie tot stand. Eigenlijk is het waar je hier Ra'af bij Eretz, dus er was hongersnood in het land, helemaal parallel aan de interventie van God, waar je Ga'negaot, God sloeg. Wajigaat farao nugaot, met grote plagen sloeg God farao. En dan komt het tot een nieuwe vervulling, die dus niet in het narratief, gegeven wordt, zoals het laatste vers natuurlijk wel van Genesis 12 luidt, maar die ligt in het gesprek tussen farao en Abraham. Dus de vervulling uiteindelijk niet in het narratief, maar voorafgegaan door een directe reden, een gesprek tussen farao en Abraham. Bijbelse hermeneutiek, serie 3, deel 7. We komen nu aan een samenvatting van deze serie 3.
We gingen het hebben over de overgang van structuur naar type, van structuur naar vorm. We hebben vorm gedefinieerd als een compositionele, of de karakter van een compositionele eenheid, dat voldoet aan een aantal conventies, waardoor we die compositionele eenheid of passage kunnen onderscheiden van andere, maar in samenhang kunnen brengen met soortgelijke composities, zoals parabel, verhalende tekst, gedicht, gebed, enzovoort. We hebben als axioma uitgesproken dat elke passage van de schrift bij een bepaald type of vorm hoort met eigen conventies. En we kunnen die conventies nog preciezer analyseren dan alleen maar door te zeggen verhalende tekst. We hebben in Genesis 12 nou juist gevonden een verhalende tekst met een hele specifieke opbouw. Zeker is het verhalend, dat is duidelijk. Maar daarbovenop heeft het ook nog die bijzondere structuur van probleem, verwachte uitkomst, werkelijke uitkomst, zoals we daar in deel 4 ook over gesproken hebben. Met die studie van de structuur hebben we de basis voor die studie van de vorm. Overeenkomsten met andere passages zijn heel belangrijk om vast te stellen. En op grond daarvan kunnen we kijken waar een bepaalde passage toe behoort, tot welke vorm die behoort. Maar we kunnen ook vaststellen, en dat was stelling 2 in de 6e aflevering, alle voorbeelden van een vorm of type zullen ook verschillen van hun conventie. Want taalvormen zijn niet statisch, maar dynamisch. Mijn bewering is het in ieder geval dat de afwijkingen van een conventie de literaire variatie dienen. En niet altijd, maar misschien soms wel, een duidelijke strekking of betekenis hebben. Omdat ze immers de verwachting van de lezer of toehoorder verstoren, is het denkbaar dat zo'n breuk in de conventies een aandachttrekker wil zijn, mensen ertoe wil aanzetten om nu in het bijzonder te gaan opletten. Het huiswerk voor deze serie heb ik gegeven in aflevering 4. Werk de overeenkomst tussen Genesis 12 vers 10 tot en met 20 uit voor Genesis 27 vers 1 tot en met 40. En nadat je dat gedaan hebt, lees zorgvuldig Richteren 16, vers 4 tot en met 21. En Richteren 4, vers 4 tot en met 24. En probeer de conventies in de Hebreeuwse vertelkunst daarin terug te vinden. Nogmaals, het driedelig patroon dat ten grondslag ligt aan al deze teksten, maar wat soms, zoals Genesis 12 laat zien, in wat complexere uitwerking bestaat, maar het driedelig patroon is simpelweg dit. Een probleem wordt uitgesproken. Vervolgens wordt er een verwachting van een oplossing uitgesproken. Die oplossing wordt daarna gerealiseerd. Genesis 12 vers 10 tot en met 20 loopt dus als volgt. Een probleem wordt uitgesproken. Er wordt een verwachting van een oplossing uitgesproken. Die oplossing wordt uitgevoerd, maar leidt tot een nieuw probleem. Nu is er geen verwachting van een oplossing. Nu is er een ingrijpen van God en daarmee komt de werkelijke oplossing tot stand. Of dat driedelige patroon of het complexere vijfdelige patroon van Genesis 12 kan in die andere passages aan de orde zijn. Daar moet je dan maar naar kijken. En onthoud heel goed dat Genesis 12 vers 1 tot en met 10, net zoals Genesis 35, Genesis 24 en Richteren 6 vanaf vers 25 een heel ander patroon laten zien, namelijk goddelijke imperatieven en de uitvoering door een mens van Gods gebod.